Hallo Jokie. Hallo Jet. Jokie gaat vandaag pannenkoeken bakken. Hij heeft samen met Jet boodschappen gehaald. Om pannenkoeken te maken heb je nodig meel, melk en eieren. En ook boter om mee te bakken. Zie jij hoeveel eieren Jokie nodig heeft? 1, 2, 3. Goed zo. Jokie heeft 3 eieren nodig. Jokie gaat het beslag maken. Hij pakt een beslagkom en een garde. Dit ding heet een garde. Hiermee kun je het beslag goed roeren. Jet helpt Jokie mee. Eerst gaat het meel in de beslagkom. Daarna moet de melk erbij. En als laatste de eieren. Doe je wel een beetje voorzichtig, Jokie? Nu zit alles in de kom. Jokie roert alles goed door elkaar met de garde. Nu is het tijd om de pannenkoeken te gaan bakken. Jokie zet het beslag op het aanrecht. Jokie pakt de koekenpan en zet hem op het fornuis. Dan doet hij voorzichtig het vuur aan. De pan wordt warm. Jokie doet er boter in. Als de boter heet is, pakt Jokie een grote lepel en schenkt het beslag in de koekenpan. Jokie kijkt goed naar het beslag in de pan. Het is bijna tijd om de pannenkoek om te draaien. Jokie wil de pannenkoek in de lucht omdraaien. Malle Jokie. Misschien moet je eerst nog maar een beetje oefenen. De volgende pannenkoeken gaan wel goed. Jokie maakt een hele stapel pannenkoeken. Van al dat pannenkoekenbakken krijg je trek. Jokie en Jet gaan pannenkoeken eten. Lekker. Met stroop of met suiker. Jokie weet nu hoe je pannenkoeken moet bakken. En jij ook. Dag Jokie. Dag Jet.